Dit was het gezondheidshypeje van februari. Ja. Ja, maar hij is wel goed, hoor. Ja. Kijk. Massageapparaat, ja. En dat haal je dus over de pijnpunt en dat is dan tegen alle kwalen. Ja. Je wordt er niet kaal van, je wordt er niet grijs van. Nee. Dat, de huid blijft strak, zie je? Dat kan zo over het hele lichaam. En dat is Chinees van huis uit. Dus 9000 jaar oud. Zo. Geweldig, hè? Wacht even. Hadden ze dit al. Ja. 9000 jaar oud? Ja. Wacht even. Ja. Maar 9000 Chinees. Jaar geleden hadden ze het wiel toch nog niet uitgevonden? Nee, maar het balletje bestond al wel. Ze maakten alleen nooit die link van, hey, balletje, wiel, hebben ze nooit gedaan. Ja. Maar dat hoefde ook niet, want ze waren zo relaxed en zo ontspannen dat ze zich eigenlijk nergens verder om bekommerden. Ja, het is een rage. Ik heb er dus ook één. En deze verdrijft ook alle klachten, hoofdpijn, darmklachten. Maar die zitten vast. Die zitten vast. Ja. En door bijvoorbeeld de voorpoten zo hier onder mijn ogen te rollen, verdrijf ik de sinuspijn. Ik weet niet wat het is, maar je raakt het kwijt. Dat de sinuspijn. Dat... Dan drukt hij op de oogballen bij mij. Oh ja. Maar dan zou ik dan zo zou kunnen jij doen. Zo de sinuspijn. Kijk, je zou ook een dinkytooi kunnen nemen. Ja. Hè? Dat deed je als kind toch? Zat je met een dinkytooi ook wel over je benen te rijden. Ja. Dus ik ben er eigenlijk alweer op uitgekeken. Ja, mijn probleem is dat ik geen klachten heb, maar wel aan de rage wil meedoen. Dus ik zit er een beetje mee. Ik heb deze wel gezien. Ja. Maar ik heb nu die Japanse concentratiestokjes. En die zijn ook ongelooflijk. Mm-hmm. Die is mooi, hè? Wat is dat? Zie je? Nee. Nou, je neemt hem tussen wijs en middelvinger. Ja. Zo. Ja. Je maakt je helemaal leeg. Mm-hmm. Maak even dat ding van jou. Dus ja, alles eruit, zo. Ben je leeg. En dan kijk je. En je doet zo. Je hand op en neer. En dan zie je dat hij... Kijk, zie je? Hij wordt flexibel. Kijk, hij heet ook de flexwerker. Kijk, zie je? Hij gaat golven nu. Ja. Zie je? En dat komt... Kijk, daar zit hier binnenin zit rubber. Dat zwarte, dat is rubber, helemaal tot hier. Ja. En dan door de warmte en de straling van de hand en het lichaam... Ja. gaat dat buigzaam worden. Maar kijk, wacht daar gaat even, het zo wacht helemaal even, wacht golven. Even, wacht nee, even, ja. Wacht even. Ja, nou is die recht weer gewoon. Dat is toch gewoon een potlood zonder punt? Een potlood van 1975 zeker? Nee, dat is de flexwerker. Kijk, daar gaat hij weer, hoor. Ja. En dan maak je je leeg en ja, dan golft hij. Kijk, zie je hem golven? En ik heb het nog nooit gehad dat... Kijk, nu is die recht. Ik heb nog nooit gehad dat die krom... terugkwam als ik hem stilhield. Hey, dan is hij weer recht. Nee, ja. Maar nou doe ik zo. Kijk, daar gaat hij weer. Ja. Fascinerend, hè? Ja. Maar, en daar word je rustig van, ongelooflijk. Ja, maar moeten we het niet over belangrijke dingen hebben? Nou, ik niet, dus. Dat bijvoorbeeld Duitsland de euronorm niet haalt, wat dat betekent... Kan mij weinig dat spelen. Onze harde gulden net zo slap wordt als jouw potlood... Nee. En dat we straks allemaal het haasje zijn, daar moeten we het over hebben. Nee hoor, ik niet.